Spanning. Spanning. Hoe lang? Het put legt er bijna in. Mm-hmm. Een klein stukje. Ja. Zo, ik ben echt gaan trippen, man. Ga je zo even lekker zitten? Ja, wacht. De eerste paar dagen hebben we een acclimatisatieprogramma gehad. Waar wij dag 1 begonnen met een rustige loop. Nou, de tweede dag ga je een stukje lopen met een hellinkje erin. Een beetje als training op de derde dag dat wij echt die Kristoffelberg op gingen. En ja, dat is echt wel vet om te doen. Ja, we hebben ook een berg beklommen. Om aan die temperatuur te wennen, zodat we daar ook in kunnen werken. En dan zweet je eigenlijk helemaal kapot. Jullie zullen morgen gaan merken, als die zon aanstaat is het warm. Je gaat zweten. Daarom ook belangrijk, let op jezelf en let vooral ook op elkaar. Kijk elkaar in de ogen aan, praat met elkaar en blijf drinken. Het is dus erg belangrijk om te wennen aan het klimaat. De laatste uitdaging hiervoor is het beklimmen van de Kristoffelberg, de hoogste berg van het eiland. Nogmaals, de stempel te hoog legt, geef het direct aan, ga het aanpassen. Ja, shot. Doe maar goed. Als het snel is, gewoon aangeven. Niet opfokken door een rechter. Ja, TJ, kom op, sneller. Sneller, sneller. Ah, maar daar zijn jullie voor mij wel goed in. Oh, lafberkje dit. Oké, okay. Ja, dan mag je wel. Ja, prima, maar jij wil. Is goed. Hier zitten sowieso schorpioenen. En olifanten. En olifanten, ja. Nee, niet. Maar alleen van Mastel. Dat acclimatiseren is echt wel belangrijk. Als je ervoor kiest om te landen en in één keer vol aan het gas te gaan, dan keil je gewoon om. Het is goed voor je lichaam en voor de groep om even te wennen aan het land en aan het klimaat. Je gaat nog even een tijdje de oefening in. En ja, je lijf moet wel de kans krijgen om daaraan te wennen. Dat programma is gewoon heel zorgvuldig opgebouwd, zodat je daar ook de tijd voor krijgt. Ik vond het op zich wel vet om te doen. Je bent met de jongens onder elkaar, dus het was een mooie tocht en het viel reuze mee, vond ik dus. Tegelijkertijd merk je dat je pas na een week of twee ben je inderdaad echt gewend. Dus ergens halverwege de oefening zeiden mensen van hè, nou heb ik het idee dat ik er echt wel tegen kan. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb er zelf weinig last van gehad. Ik kan mezelf er wel makkelijk overheen zetten. We zijn met een groepje omhoog gegaan en uiteindelijk toch wel de top bereikt. En dat is wel een kicken. En dan vergeet je ook eigenlijk wel dat je het zwaar hebt gehad. Dan, op het moment dat je boven staat, dan ben je eigenlijk alles weer vergeten. En dat is wel het mooie aan zoiets. Door samen de tocht naar boven te volbrengen, wordt meteen de samenwerking getraind en groeit de kameraadschap onderling. Gek hoor, deze. Hey, ik ga niet touw hangen, man. Nee, dat hou ik al. Nee, gek. Optiepen. Ja. Eindpunt gehaald. Ging niet goed? Een uur en 10 minuten, hè? Hey, Moes! Iedereen heel goed vol, dus lekker tochtje. 2 minuten. Heerlijk. Dat gezegd, is iedereen zo goed als kan geacclimatiseerd. Klaar om te werken in de hitte. Super bundel, hè?
Ja, toen begon het ineens te regenen inderdaad. En dan spoelt gewoon heel je opdracht weg. En dan, dan zakte de moed in mijn schoenen stiekem wel. Want er was zoveel regen gevallen dat eigenlijk de opdracht was verwaterd. En dan ben je gewoon machteloos. Op het moment dat die wolk aankomt, dan denk je gewoon... Kak. Ja, daar doe je op dat moment ook helemaal niks aan. Een flinke portie humor erin gooien. Als commandant alvast op, zoals dat heet, de zachte steen gaan zitten en bedenken, wat ga ik hierna doen? Als het regent, dan regent het niet een beetje. Dan regent het gelijk goed. In principe maakt dat niet uit. Je kan gewoon doorwerken, maar het is gewoon... gewoon vervelend, omdat het materiaal waar je mee werkt wordt vies. Ik denk dat dat ook juist weer een goed trainingsmoment is geweest. De regen komt en je kunt er niks aan doen, je moet gewoon door. Ja, dan gaat het dampen, hè. En al dat vocht dat stijgt omhoog. Wat een grote benauwde bende hier. En dan wordt allemaal modder. Gaat allemaal aan je schoenen zitten, krijg helemaal van die klompvoetjes van. Gaat allemaal tussen je banden zitten. Slippen, wegglijden. Je hebt geen grip meer. Zeg maar modderwegen. En als het regent, heb je eigenlijk hetzelfde idee als met je schoenen. Het wordt gewoon glad. Dus het is mij overkomen met de Scania uit te glijden in de zijtrein. En toen zat ik ook wel goed vast, ja. Als genist moet je goed om kunnen gaan met uitdagingen. En als het dan toch een keer misgaat, zijn er gelukkig altijd collega's in de buurt die kunnen helpen. Best wel gefrustreerd op dat moment, omdat ik niet door kon. Maar uiteindelijk leg je er maar neer, omdat het was niet anders. Door middel van een takelwagen wordt de Scania uit de modder getrokken. De Scania is weer los, maar naast glijdende voertuigen en vieze schoenen levert de regen ook grote uitdagingen op voor de bouw. Ja, er was zoveel regen gevallen dat eigenlijk de opdracht was verwaterd en dan ben je gewoon machteloos. Dan kan je niet tegenaan werken. Bij deze grondsoort merkte je dat de bovenste 5 centimeter was gewoon een soort... Ja, mijn opvolgend pelotonscommandant die noemde het Nutella. Daar kan je gewoon absoluut niks mee. We hebben daar een doorbraakje gemaakt, zodat het water uit onze sloten wegkomt. We hebben net sloten aangelegd, maar die stonden al vrij snel tot het randje. Dus we hebben hem doorbroken naar de weg toe. Je ziet gewoon heel die weg wordt één grote afvoergoot en pas na een tijdje gaat het de bosjes in. We zijn echt aan het kijken van oké, wat moeten we hier precies mee?
Want we zitten bijna op het laagste punt in het terrein, dus water wegkrijgen is gewoon een gruwel. Ja. Bergen is eigenlijk het enige wat we kunnen en dan hopen we dat het op tijd verdampt. De grond zoals hij nu is, is die niet bewerkbaar. Dus we moeten eerst eens even gaan kijken wat de schade is. Eerste inschatting ergens tussen de 2 en 4 dagen vertraging. Door dat wij grondwallen hebben opgetrokken en die zijn gewoon helemaal weggespoeld. En sloten die we hadden gegraven, die stonden nog helemaal vol met water. Ja, het werd gewoon modder, sop. Ja, dat kan je niet afwerken. Dus daar kennen we eigenlijk helemaal niks mee. Op dat moment als grondweg en waterbouwer moet je gewoon stoppen, afwachten en doen wat je wel kan. Maar je zag ook met name bij de jongens, zag je gewoon even accepteren. Oké, deze situatie is gewoon kloten, maar we maken er eventjes het beste van. Nou, en dan zie je mensen in de sloot springen en in hun eigen sloot gaan zwemmen. Bobbertje! We gaan even lekker zwemmen hier zo. Uit beeld. Met een goede dosis humor, improvisatie en creativiteit gaat de bouw verder. Maar ondanks de heftige regenbuien blijft ook de hitte uitdagingen geven. Het blijft dan ook erg belangrijk elkaar goed in de gaten te houden. Ja, weet je, het is gewoon een compleet ander klimaat dan in Nederland. Het is gewoon droge lucht, het is gewoon zweten, benauwd. En dat merk je wel, zeg maar. Als je bijvoorbeeld een klein stukje moet lopen of een klein stukje moet tillen, ben je al buiten adem. Dus het is best wel zwaar, zeg maar. Ik zit nu 2 weken en ik moet zeggen, het went langzamerhand. Maar ik bedoel, je blijft op Curaçao zitten, het blijft warm. Ja, de zweet doe je toch wel, zeg maar. Yes. Tijd voor afkoeling. Hartstikke idee. Leuk gebeuren, hè? Lekker, man. Zo even. Top. Kunnen we weer verder. Zijn we afgekoeld. Even aan het trippen. Beetje warm, alles bij elkaar natuurlijk. Stress. Moet je even tot rust komen, een zakje chips eten. Nou kennen we er weer voor. Ja, als niemand langskomt, dan gaan ze gewoon de hele dag door. En het is belangrijk dat je dan even langskomt, dat je dan even een flesje water meebrengt of iets verfrissend, een snack of een ijsje. Dat is gewoon lekker. In dit geval waren dat de ijsjes, met de andere keer is het een drankje, de andere keer is het gewoon even, jongens, 10 minuten niks, we gaan kletsen. Of we komen de krant brengen, noem maar op. In dit geval waren het de ijsjes. Natuurlijk goed voor het klimaat daar. IJsje! Straks dan.
Ja. Nou, wat ik met name zie in die ogen is dat het gewaardeerd wordt. Dat ze gewoon verrast zijn met het feit dat het überhaupt gedaan wordt. Ze weten het niet, we komen er gewoon aan. De werkzaamheden die gaan er gewoon om door. Iedereen zet heel even de machine aan de kant, pakt een ijsje en ze gaan weer door. Maar je ziet wel dat het echt gewaardeerd wordt. Volgende keer in Engineers of the Caribbean. Laten ze zien hoe het is om te leven in het veld. En verstoort oefenvijand El Chapo de bouwwerkzaamheden. Ja, aan de andere kant van de pand.